De NV Securitas heeft gisteren haar 15-jarig bestaan herdacht. Bij deze feestelijke gelegenheid heeft het beveiligingsbedrijf haar nieuwe logo onthuld. Ook zijn nieuwe diensten aangekondigd. Directeur Miguel Remy Giliot blikt tevreden terug op de voorgaande jaren en vertelt hoe hij zijn carrière in deze branche startte. Als jongeman van 18 jaar, dat was in 1984, had ik al vanwege mijn beroep als militaire politieambtenaar affiniteit met de security. Na een periode van 7,5 jaar kwam ik als fulltimer op 26-jarige leeftijd terecht in de beveiligingsbranche. En wel als hoofd van de bewakingsdienst bij SML, Stichting Machinale Landbouw in Wageningen. En daarna werd ik gevraagd bij NV Havenbeheer om leiding te geven aan de afdeling bedrijfsveiligheid en beveiliging. Het was één gedoe omdat toen je twee directeuren had die me niet wilden laten gaan. Ik zat bij SML, daar had je meneer Olof toen. En bij Havenbeheer had je meneer Vaneburg als president-commissaris. En toen Vaneburg me vroeg om leiding te geven aan de afdeling beveiliging, laat me het kort zo zeggen, beveiliging, moest ik hem uiteraard zeggen van, maar ik zit daar in Wageningen bij SML. Vanwege de dynamiek en de flexibiliteit heeft NV Securitas binnen korte tijd haar plaats verdiend in de Surinaamse maatschappij. Het bedrijf dat personen, goederen en objecten bewaakt, is ook uitgegroeid tot een opleidingsinstituut. Een van de nieuwe diensten is winkelstraatsurveillance. Die zal worden gedaan door straatbeveiligers. Giliot vertelt meer hierover. Een straatbeveiliger is verantwoordelijk voor de veiligheid op straat en ondersteunt indien nodig ook de ondernemer op afroep. Dat zo'n beveiliger gelijk in je winkel terechtkomt en de zaak, de eventualiteit afhandelt. Dus het is een nieuw concept. We zijn er bezig mee. We gaan het aan de man brengen. En de komende tijd gaan we actief hiermee bezig zijn. Die tweede nieuwe dienst die wij in dit jaar, 2019, willen introduceren, dat is de SSA. Ik zei het al, Securitas Security Academy, academie. En Securitas bestaat tegenwoordig ook uit een academie. SSA is de onderwijscode van NV Securitas en staat voor State of the Art en kwaliteit goed onderwijs. En toegepast onderzoek op het gebied van integrale beveiliging en veiligheid. Directeur Miguel Remy Giliot van NV Securitas. Gisteren vierde het beveiligingsbedrijf haar 15-jarig bestaan.